Daar zijn we dan, eindelijk weer een nieuwe video. Ik ben 5 weken op vakantie geweest, een stukje langer weg geweest van YouTube, maar we gaan het weer oppakken. Het is sowieso tijd dat ik alles weer ga oppakken, gym, werk, eten, alles erop en eraan. En ik denk YouTube is daar dus de perfecte manier van om dat eigenlijk een soort van te gaan vastleggen. Ik ga een soort van dagelijkse vlogs maken, niet elke dag, maar in ieder geval op de dagen dat ik ga sporten, dat ik jullie kan meenemen in hoe ik dit allemaal ga doen, waar ik tegenaan loop. En zo kunnen jullie ook gewoon zien dat mensen op het internet ook niet per se perfect zijn. En ook niet het perfecte leventje leiden. Ondanks dat het soms misschien wel zo lijkt. Want het is echt verre van dat. In ieder geval 5 weken op vakantie geweest. Tijd van mijn leven gehad. Alles laten gaan. 2 keer gesport in die 5 weken. Maar nu zijn we dus weer terug. En ik ga deze serie, denk ik, full focus noemen. Voor nu. De eerste video in ieder geval. Full focus. Heb je nou een betere naam hiervoor of andere suggesties? Laat het alsjeblieft weten in de comments. Dan kan ik kijken of er misschien een betere bij zit. Want creativiteit is op dit moment ook extreem laag bij mij. Vandaag, maandag. Ik heb ondertussen al 2 keer gesport. Ik heb een leg day gehad en een chest day. Maar vandaag is het dus back day. Het is allemaal weer even wennen, inkomen. We gaan gewoon vol gas. In ieder geval tot aan de winter. Ik heb ook besloten om niet meer te gaan drinken. Geen alcohol meer. Helemaal niks meer. Tot aan minimaal 1 januari 2024. Dus in die tijd gaan we ook eens even goed bekijken van wat gaat dat doen met mijn fysiek. Want ik heb nog nooit voor langere periode, voor zo'n lange periode, niet gedronken en hard getraind en op mijn eten gelet en alles erop en eraan. Dus ja, we gaan kijken waar dat ons gaat brengen. Wat betreft maaltijden, ik heb nu nog niet zo heel veel op. Het enige wat ik op heb is het nieuwe product dat deze week uitkomt van ESN. Dat zijn deze. Focus. Zijn in principe gewoon proteïne shakes, makkelijk gemaakt. 385 calorieën en 38 gram eiwit. Dus nou ja, perfect, lekker, snel. Ik zou zeggen, mocht je er benieuwd naar zijn, komen woensdag komen ze uit. Gebruik code TOM voor wat extra korting. Mijn doel met deze video's is ook niet om de ziekste workout edits te hebben of keiharde muziek eronder. Maar het is gewoon, ik ga jullie meenemen in mijn leven, waar ik allemaal tegenaan loop, hoe ik naar dingen kijk en hoe ik dingen aanpak. Daarmee hoop ik dus dat ik jullie gewoon kan laten zien met hoe ik leef, wat ik doe, waar ik aan denk als ik sport en ook als ik niet sport, als ik thuis zit. Noem maar op en wat ik ook allemaal doe. Dus stay tuned. Het allereerste wat ik doe om weer een soort van terug in mijn ritme te komen is eigenlijk een goede planning maken voor mezelf. En dat doe ik door gewoon simpelweg Google Calendar te gebruiken. En nou ja, daarin zet ik eigenlijk alles wat ik wil gaan doen voor die dag. En ik heb mijn vaste afspraken er al ingezet. En daarin zet ik echt alles. Dus van opstaan, klaarmaken, eten. Alles, zodat ik in ieder geval een idee heb van wat ik die dag wil doen, om een klein beetje ritme erin te krijgen voor mezelf. Het kan zo voorkomen dat ik niet alles gedaan krijg van die dag, maar dan kan ik het in ieder geval nog opschuiven naar de dag erna. Maar heb ik in ieder geval, ga ik zitten met een idee van dit ga ik doen deze dag. En dat houdt mij in ieder geval een beetje gestructureerd, waardoor het uiteindelijk hopelijk ook makkelijker wordt om ja, productief te zijn. Dat is bij mij echt wel de grootste struggle, zeker na een paar weken heel weinig gedaan te hebben, is het moeilijk om weer productief te worden in plaats van een hele dag op bed te gaan liggen of een hele dag niks doen en alleen maar sporten en af en toe eens wat eten. Dus dat is in ieder geval iets wat ik doe. Heeft mij voor mijn vakantie heel erg geholpen en nu hopelijk komen we zo wat sneller weer terug door ritme in. Ik heb hier zo trouwens een van mijn go-to maaltijden die zo makkelijk te maken is. 5 tot 10 minuutjes werk. Het is een rijstwafel met kipfilet en een ei. En daar heb ik er 4 van. 4 stuks. Pleurt 4 eieren in een pan. Wat kruiden erover. Rijstwafels, kipfilet. Makkelijk, snel en lekker. En mocht je nou denken, wat is dat nou voor een rare combinatie? Probeer het eerste keertje zelf. En eet smakelijk. Het is 6:30. Tijd om naar de gym te gaan. Back day vandaag. Wat we gaan doen is, we gaan kijken naar wat wij voor mijn vakantie deden, qua gewichten en herhalingen. En daar zo dicht mogelijk bij in de buurt proberen te komen. En ik hoop gewoon dat het een beetje fatsoenlijk gaat. Wat betreft kracht, op bench was ik in ieder geval niet zo heel veel achteruit. Dus dat geeft een goed vooruitzicht voor de rest van de dagen.
We beginnen onze rugtraining met pull-ups. Ik doe een neutral grip. Eerst even warm worden en dan wat gewichten erbij pakken. Om het wat zwaarder te maken en in de 6 tot 10 rep range te kunnen blijven. Ik heb 10 kilo eraan gehangen. Voor mijn vakantie lukte deze 9 keer. Boah, 8 stuks. Eentje minder dan de vorige keer. Best prima. Doen we het mee. 3 setjes hiervan. Wide grip row. Om ook even die mid-back mee te pakken. Ik zou je zeggen, het tempo zit er niet in vandaag. Energie laag. Het is ook avond, dus geen pre-workout kunnen nemen. Maar we gaan wel proberen de training gewoon af te maken. Wat je bij deze ook goed wil doen is lekker die rug laten stretchen. Dus je mag best even bol komen bij deze oefening. Zolang je die spanning maar lekker op de rug houdt. Ik ga ook even heel eerlijk met jullie zijn. Ik ben nu 36 minuten bezig en ik ben nu bijna klaar met mijn tweede oefening. Het tempo zit er echt niet in. Gewoon moe, geen motivatie, geen zin, niks. Maar dat komt met de tijd. Als we dan toch zo langzaam doen, moeten we in ieder geval zorgen dat de setjes die we doen, dat die goed zijn. Volgende oefening. Lat pull in. Ook hier weer een beetje meedraaien en ellebogen naar de broekzak. Het hele probleem bij ons in de gym zijn deze stoelen. Ga je veel te lang in zitten. Het is bij ons in de gym trouwens, we hebben een bovenverdieping. Is denk ik 10 graden warmer dan op de benedenverdieping. Bij de pull in trouwens doe ik altijd mijn rechterkant eerst. Want mijn rechterkant is een stuk zwakker dan mijn linkerkant, terwijl ik met alles rechts ben. Dus waarom? Geen flauw idee. Ik voel ook vooral met rugoefeningen mijn linkerkant een stuk beter dan mijn rechter. Dus eerst rechts, die tot falen en dan met links doen wat ik met mijn rechterhand had gedaan. En hopelijk trekt het dan uiteindelijk een keertje bij. Maar voor nu rechts zwakker. Sinds mijn vakantie heb ik ook enorme spierpijn. Gisteren chest gedaan, eergisteren benen. Beide nog helemaal verzuurd. Maar ik heb dus besloten om mijn split een beetje om te gooien. Normaal doe ik push-pull-leg. En nu doe ik dus benen, borst, rug. En dan morgen doe ik schouders en armen. Om gewoon net eventjes die extra dag rust te krijgen. Dus om mijn spier even te laten herstellen. Want anders gaat het echt niet goed. Dus vandaag doen we 4 rugoefeningen. We hebben er nu 3 gehad. Op naar de laatste. We sluiten deze back day af met een close grip row. We hebben eigenlijk voornamelijk de lats gepakt vandaag. Andere back day is een mid-back focused meer. En normaal pak ik rear delts en biceps er ook nog bij. Maar voor nu is dit de laatste oefening. Soms is het ook wel eens lekker. Gewoon maar 4 oefeningen. Ik heb er nu een uur over gedaan. Verschrikkelijk langzaam. Kan het ook minimaal in een half uur. Maar goed, zulke dagen zitten er ook wel eens bij. En je moet ergens beginnen. Oké, okay, let's go. Het erg is ook nog, ik weet niet wat het is, maar niks voelt goed. Ik bedoel, ik heb niet eens een pomp. Ik heb wel een pomp, maar de pomp voelt niet als een pomp. Snap je? Gewoon, de pomp is niet aan het pompen. Aders lopen amper meer door mijn lichaam. En ik ben niet eens zoveel aangekomen. Rond dit lichaamsgewicht voor mijn vakantie gewoon droog. Dus ja, ik hoop morgen schouders en armen dan echt een gruwelijke pomp te hebben en iets te denken van ja, daar ben ik trots op. Voor nu durf ik mijn shirt nog niet uit te doen. Oké, okay, ik heb besloten om het toch even te doen. Shirt uit, eventjes de rug laten zien. En als je in de spiegel kijkt, dan zie je misschien ook wel de buik. Het hele ding is dat je er voor een vakantie zo goed uitzag, naar mijn mening dan hè. Dat alles daarna gewoon slecht uitziet. Body dysmorphia at its finest. In ieder geval, workout zit erop, op naar huis. En we sluiten de dag af met een bakje kwark. Ik heb 500 gram kwark. Ik heb wat granola doorgedaan, wat besjes. Flavin' Tasty, uiteraard. Anders is de kwark niet te vreten. En gedroogde cranberry. Deze ga ik opeten tijdens het editen van deze video. Heb je nou genoten? Wil je dan zeker even een blauw duimpje achterlaten. Laat een leuke comment achter of ik deze videoserie Full Focus moet laten heten. Of wat anders. Als je wat leuks weet, laat het weten. En dan zie ik jullie bij de volgende video.